Ik ben Janneke Moors en ik werk bij drinkwaterbedrijf Oase op de afdeling S-management. En ik ben hier op de Waterinfodag omdat ik me bezighoud met het Smart Drinkwaternetwerk. En we hebben daar zelf ideeën over en onderzocht. En om het iets meer te operationaliseren, hebben we de samenwerking gezocht met Royal Haskoningen DHV. Dus, Ja. Mijn naam is Daniel Leeveld van Haskoningen DHV. Samen met Janneke Moors hier op de Waterinfodag. Om ook aan te laten zien wat we samen hebben ontwikkeld en wat we nu als product ook in de markt aan het zetten zijn. Aquasuite en we zoeken lekkages in de drinkwaternetwerken. Dat is een ontwikkeling die stapje bij beetje van de grond komt. Eigenlijk wil je heel veel meten en wil je dat eigenlijk ook goedkoop doen. Dus in die zin is bijvoorbeeld die Internet of Things, of de Internet der Dingen, wel zeker een oplossingsrichting. Plus dat de inrichting en de ICT-omgeving van drinkwaterbedrijven echt de afgelopen jaren echt ontzettend veel verbeterd is. Dus het kan nu ook. Het is niet alleen maar dat je erover na hoeft te denken dat het mooi zou zijn als, maar er zijn ook echt toepassingen die we nu gewoon kunnen maken. En die gewoon kunnen gerealiseerd worden. We willen het liefst een leiding vervangen vlak voordat die lek gaat. We willen geen kapitaalvernietiging, we willen niet de leidingen veel te vroeg vervangen. We willen ze natuurlijk ook niet te laat met zo'n grote leidingbreuk als gevolg. Het grootste probleem is dat wij nu nog heel erg afhankelijk zijn van onze klanten. Onze klanten zijn nu onze waarschuwingsmechanismen. Die bellen ons als wij een lekkage hebben. Terwijl wij willen zelf die klanten eigenlijk voor zijn. Veel grote breuken beginnen heel klein. Ja. En als je ze al klein kan zien, dan kan je hem al oplossen voordat hij er is. Ja. En dat is, die ontwikkeling zijn we nu aan het inzetten. We hebben gelukkig nu ook met KPN en DataWatt is er een hele trein opgetuigd en we hebben nu de eerste resultaten. Dat is erg leuk om daar onderdeel van te zijn en om daar aan te werken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Een sensor in de grond, ziet er ook een paar foto's. Ja. Uiteindelijk is het een klein potje wat je nog ziet en die moet ervoor zorgen dat die data nog goed wordt verzonden. Maar tot nog toe konden we dit niet, nu kunnen we het wel en nu wordt dan ook de vraag van hoeveel heb je dan echt nodig? Dus eigenlijk in die pilotgebieden is het slimmer om een hele grote meer hoeveelheid sensoren te meten, zodat je er sensoren kan gaan uithalen om dan uiteindelijk tot een niveau te komen van dit geeft ons genoeg informatie en ze staan ook nog op de goede plekken. Ja. Want dat is dan ook nog het uitzoeken. Hè. Er zijn ook weer slimme smart algoritmes voor, waarmee je de sensorlocaties goed kan bepalen. Maar dan moet je toch, we denken dat ze zo het beste werken, maar werken ze ook zo het beste? En dat is echt de stap die nu gezet gaat worden. Ja, het wordt volwassen. Ja. Het wordt nu echt de nieuwe stap, zeg maar, in de digitale wereld. Ja. Graag gedaan. Dankjewel.